Als supporter van Voetballend Nederland draagt Albert Heijn ook het amateurvoetbal een warm hart toe. In de serie Voetbalpassie gaan we op zoek naar bijzondere verhalen bij diverse lokale voetbalclubs. In deze aflevering zijn we op zoek gegaan naar de oudste amateurvoetballer in Nederland. Jan Bergman is 80 jaar en speelt al 65 jaar lang onafgebroken voor één en dezelfde club. Voetbalvereniging Sellingen. Wat vindt u ervan dat u de oudste Nederlandse voetballer bent, volgens de KNVB? Ja, dat wist ik helemaal niet. Dat vind ik wel heel mooi. Dat had ik niet gedacht. Nee, dat wist ik helemaal niet. Maar 80, het is ook niet... eigenlijk een 60 is al hartstikke oud om nu überhaupt nog te voetballen. Ja. Gewoon 20 jaar... Ja, ik vind het ook bedoeld. Maar ja, ik zit zo in elkaar en het is niet anders, ja. Maar hoe gaat het zeg maar qua blessures en zo? U ziet nooit. Nog topfit uit. Maar... Dat is nooit. Nee? Nee. In het begin keer mijn enkel al zomaar verder, nog in de zus gaat. Nee. Niks, helemaal niks. Ja, ik hoor wel eens verhalen van mannen die dan een jaar of 40 zijn, die dan al op maandag helemaal de kreukels liggen aan. Ja, die zijn er wel, ja, dat klopt. Ja. Het is zo, ik ben altijd bezig. Ik zit nooit stil, ik ben altijd in de weer. En dat maakt natuurlijk wel een verschil, hè. Hij zit de hele dag op de stoel, zit achter de naam, die je verscheiden doet. Dat doe ik niet. Ja. Dat is een hele fijne club, daarom ben ik er altijd gebleven. Ja. Ja. Ik woon niet vroeger ook in Selling, maar ik ben ook op Trapel woning nu. Maar ik ga niet naar Trapel toe, dat vind ik niks. Jan laat elke week zien dat voetbal voor jong en vooral ook voor oud is. De 24-jarige keeper van vandaag is zelfs 56 jaar jonger dan de man die het levenslicht zag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan TikTok, Instagram of YouTube zijn veel van zijn huidige teamgenoten bijna verslaafd. Jan had zijn neus ervoor op. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Ik ben niet meer zo'n telefoon, man. Ik heb ook niet zo'n ding. Sorry, dat weer. Nee, sorry. Dit heb ik. Voor nood. Kunt u mij bellen? Ik wil bellen als ik pech heb onderweg en zo wat. En ik moet even weten, dan bel ik daar niet mee verder. Nee, ik heb geen zo'n telefoon. Nee. WhatsApp zit er niet op? Nee. Het is ook de kaart ook van... Die coronakaart, weet je wel, die heb ik op papier. Ja. Vandaag JV, Jan is de man. Manik, je begint op de goal. Jan heb ik voorstopper en Karel heeft erachter. Maar hoe lang speelt u meestal nog? Is het, Een partij, dat weet ik niet. De klassieke. Natuurlijk, Copa Mundial. Ja? Ja. Nou, succes jongens, JV. Ja. Geen gekleurde schoenen voor u? Nee hoor. Nee, geen gekleurd. De EHBO-doos die heb jij niet vaak nodig, toch? Ik heb nooit zo. Nooit. Nee hoor. Ik heb een omval. Wat is de laatste keer dat u een doelpunt heeft gemaakt? Dat heeft verschillende jaar geleden hoor. Dat heeft al 40 jaar geleden. 40? Ach, jawel. Dat was al leuk. Ja, dat heeft lang geleden. Nee, ik sta altijd in de nacht doen. Ik voetbal in de nacht doen. Altijd de laatste maand. Dat is goed in ieder geval, hè. Maar penalty nooit? Dat weet ik. Nooit een penalty genomen? Nee. Wilt u ook niet? Nee. Nee, dan krijg je even, als je mist, krijg je heel veel over jou heen. Moet je niet willen. Maar vandaag met een camera erbij, als er een penalty komt, toch even opeisen? Ja, hoor. Ja. Ja, dit gaat een bord hoor, Jan. Gaat dit een bord? Ja. Ja, wat mooi. Jantje. Ik heb niks in de weg. Geen grammetje vet. Niks. Helemaal niks. Nee. Altijd fit geweest. Altijd fit. Ja, nu ziek geweest. Nee, daar ben ik dankbaar voor geweest. Hoe het is om met Jan te voetballen? Ja, nou, een grote eer natuurlijk. Het is wel bijzonder. 80 jaar en je voetbal nog... Ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen. Mij niet gezien hoor, op zo'n leeftijd nog op de velden. Een beetje omgedraaide wereld. Normaal komt opa bij de kleinzoon kijken en nu komt zelfs de kleinzoon bij opa. Bij ja. Zo is het wel, ja. Denk ik. En hij zorgt gewoon dat hij naar ruimte loopt, zodat er niemand eigenlijk bij hem loopt. En dan vraag gewoon om de bal, hè. Dus de bal die kun je ook nog gewoon bij hem aanspelen. En hij is nog heel snel. Hij is echt nog snel voor zijn leeftijd.
Noemen ze u in het elftal ook wel eens opa, zeg maar, liefkozend? Ja, dat doen ze wel eens hoor. Ja, dat doe ik, dat doen ze. Opa Jan. Ja, opa Jan, ja. Opa Jan. Kan hij gewoon waarderen hoor, gewoon opa, hè? Oude man, oude bok. Het is fantastisch hoor, dat hij nog voetbalt. Echt, echt ongelooflijk, ik heb er alle respect voor. Als jij Jan bent, je moet hem niet daar de bal in spelen, hè? Je moet hem gewoon in de voet aan spelen, want anders rent hij er ook niet naartoe. Anders rent hij er niet naartoe, dan laat hij hem lopen. En dat zal je altijd zien. 65 jaar lang bijna niet geblesseerd. VI komt langs met de camera en ja, het schiet in zijn heup. Jan moet de strijd helaas staken, maar gaat met opgeheven hoofd van het veld. Ik ga er geloof ik niet meer in, nee. Dat is niet, nee. Laat me niet doen. Nee. Denk je dat ze ook zonder u kunnen? Of? Jawel hoor, haar best. Toch niet van Jan? Oh, dat is echt net gebeurd. Ja, heeft Jan dat gedaan? Heeft Jan gedaan, ja. Maar hoe vind je het om tegen de oudste voetballer van Nederland te spelen? Dat is Jan namelijk. Dat is een hele eer. Ja. Heel mooi, geweldige kerel. Ja. Jammer dat hij geblesseerd is, maar... Oh, erin! Tja, en wat is nou het geheim van zijn eeuwige jeugd? Een Cristiano Ronaldo-achtig dieet misschien? Plekje brood. S'morgens, één plekje brood. Met een kopje kaartenmelk. Dat is het. Ja, het is een mooie club, altijd gezellig. En nu geen ruzie. Ik heb nog nooit meegemaakt hier niet. Altijd met vrolijkheid hier in, ja. En als het onder de 0 graden is, dan bent u er ook gewoon bij? Altijd. Maar u gaat door met voetballen tot u overlijdt? Ja. Leeft u de bal bij meneer in de kist. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, supporter van Voetballend Nederland.